Oké. Ik ga nu helemaal op de gaspedaal staan en een soort van wild verhaal vertellen. Dat is geïnspireerd door iemand die een bepaald beeld heeft over hoe de samenleving in elkaar zit. En dat is deze meneer. Dit is Giorgio Agamben, Italiaans filosoof. En die durfde in 1995 te beweren dat de matrix van onze huidige samenleving eigenlijk een kamp is. En hij bedoelde letterlijk een nazikamp. Hij zet eigenlijk leven terug in kampcondities vandaag de dag. Een heel zwaar statement, wat onmiddellijk onder vuur werd genomen door onder andere de Joodse intellectuele gemeenschap. Ik kan hem wel inbeelden. Maar hij gaf een aantal interessante dingen aan die vandaag tot de werkelijkheid behoren, denk ik, meer en meer. Eén belangrijk karakteristiek van de campus, zegt hij, en dat zie je vandaag meer en meer terug, is dat ons publieke en private leven volledig door elkaar beginnen te lopen. En werk en publieke leven en private leven wordt een en al mix. Dat zit zeker in dat postfeudalisme wat ik straks vermeldde. Meestal zet ik een plaatje bij, wat is postfeudalisme, en dan komt er een mooi Japans meisje wat in haar bed ligt met zo'n Apple te werken s'nachts. Dat is, je kan altijd werken, privaat publiek loopt voortdurend door elkaar, denk aan Facebook en etc. wat we er allemaal opzwieren. Dus daarin heeft hij ergens gelijk. Maar het tweede is veel belangrijker, denk ik. Burgerschap, civil society, maar ook burgerschap, wordt eigenlijk afgebouwd door overheden vandaag de dag. In een samenleving. We worden meer en meer wat men in het Engels heel mooi noemt, maar dat klinkt alleen maar in het Engels, denizens. Mensen die eigenlijk geen papieren meer hebben, dus sans papier in de samenleving, of wat hij heel mooi noemt, dat zijn naakte mensen, of dat is het naakte leven, in die zin, die zijn uitgekleed. Die hebben geen statuut meer, die hebben geen burgerschapsrechten meer, die hebben geen papieren meer. Dus vluchtelingen associeert hij daar heel erg mee. En, zegt hij, we leven, dit kan alleen maar omdat we vandaag de dag meer en meer leven in wat hij noemt de uitzonderingstoestand. Uitzonderingstoestand is een toestand wanneer je dingen mag doen die normaal niet mogen. Bijvoorbeeld in een oorlog mag je mensen doodschieten terwijl dat normaal niet mag. Die meneer vertelt dat allemaal in 1995 en die staat zwaar onder vuur, onder andere nogmaals door de Joodse intellectuele gemeenschap. Maar dan gebeurt er iets eigenaardigs in onze wereld, 2001, aanslag op World Trade Center in de Verenigde Staten. En meneer Bush kondigt de uitzonderingstoestand af, letterlijk. En ineens stappen heel veel mensen, ook een cultureel acteur, op die kar van de hand en zeggen van, aha, hij had toch wel ergens gelijk. En het mooiste voorbeeld is natuurlijk Guantanamo Bay, waarin eigenlijk Amerika zegt, wij hebben onze burgerrechten en ook onze plichten, maar daar mag iets anders gebeuren. Daar mag er gewacht worden enzovoort. Dus invoeren van de staat van uitzondering, state of exception in het Engels, uitzonderingstoestand over heel de wereld. Nogmaals, ik blijf dat verhaal van Agamben tamelijk gechargeerd vinden, maar ik denk dat vandaag de dag dat we, en dit is een beeld van vandaag, aan een van onze Europese grenzen of nationale grenzen, meer en meer in dit soort van situaties komen van een uitzonderingstoestand. In de eerste plaats worden we inderdaad geconfronteerd met wat Judith Butler noemt precarious life, precaire leven van heel veel vluchtelingen. Daar hoef ik geen tekening meer bij te maken dat veel meer mensen zich in die situatie bevinden. Vorige week nog, nee, het was het begin van het academiejaar, hield in België, ik ben Belg, Bart de Wever van de NVA, een lezing aan de Universiteit van Gent, waarin hij eigenlijk pleit voor het afschaffen van de conventie van Genève van 1952, om het terug mogelijk te maken om twee soorten burgers in te voeren in de samenleving. De echte Vlamingen en het soort van tweederangs burgers. Interessant om over na te denken, was de reactie van andere politici. Dus dit is het soort van situatie, denk of discussie waar we nu in zitten. Maar ik vraag me ook af, en veel comfortabeler misschien, maar ook veel dichter bij huis, zien we dat meer en meer mensen eigenlijk in een freelance statuut worden geduwd.
En freelancers zijn mensen die heel, heel gemakkelijk en heel kwetsbaar zijn, maar ook heel snel hun sociale zekerheid laten varen, omdat ze het straks wel zo bijeenschakelen of niet meer denken aan een pensioen of ziekteverzekering enzovoort. Als je kijkt naar het Nederlandse beleid, stimuleert enorm de ZZP'er en deze positie. Daarom vond ik ook heel mooi wat Klaas zei, dat nee, het was collectief dat we iets moesten doen. En het waren de corporatieven. Heel veel onderzoek van mij gaat daar juist over. Hoe kan je eigenlijk van een freelance statuut naar een corporatieve gaan? Trouwens, de geschiedenis van freelancer is heel mooi. Hito Sterwel, een heel goede kunstenares, heeft dus uitgelegd waar dat vandaan komt. Dat komt van 2 jaar geleden, de samurai. Namelijk de freelance, dat waren de huurlingen die ingehuurd werden voor de beste betaler. Maar hadden natuurlijk totaal geen politiek statuut. Zeg, het is heel mooi over de positie, de politieke en maatschappelijke positie van de freelancer vandaag de dag. Vandaar ook mijn sceptische opmerking, is de freelancer niet ook tegelijkertijd iemand die vogelvrij wordt verklaard. Iemand die eigenlijk meer en meer zijn burgerschapsrechten in een samenleving verliest. Maar wat je ook ziet, dus, je ziet dus die deconstructie van onze welvaartsstaat, die wordt afgebouwd, de ontmanteling van staatsgaranties, collectieve solidariteit enzovoort, heel veel woorden die ik denk ik ook te strak al zijn gevallen. En ik ga hier heel snel door, maar wat je eigenlijk ziet, is dat ook overheden, zoals Griekenland is een heel mooi voorbeeld, zwaar onder druk worden gezet door Europa bijvoorbeeld, om eigenlijk hun wetgeving, wat ik noem, of een constitutie, vloeibaar te maken. Letterlijk, de trojka zette Griekenland zwaar onder druk om de constitutie, de constitutionele wetgeving te veranderen, in die zin dat zij de wetgeving moeten kunnen veranderen als de begroting niet meer in evenwicht is. Ze moeten dus voortdurend hun wetgeving kunnen veranderen. Wat je daardoor krijgt is eigenlijk dat wetgeving, stabiliteit in de samenleving niet zo belangrijk meer is, maar dat men voortdurend gaat spelen met maatregelen. En de maatregelen wordt voortdurend aangepast naar een andere situatie, naar een andere crisis enzovoort. Je maakt dus wetgeving letterlijk vloeibaar. Waardoor mensen ook niet meer weten over flexibiliteit gesproken, waardoor mensen eigenlijk ook niet meer weten, ja, het is nu wel de wet, maar het kan over 2 maanden of over 1 jaar totaal anders zijn. Dus de wereld, dat is mijn punt, vandaar ook die natte vlakke wereld, wordt eigenlijk meer en meer liquide gemaakt. En liquide, dat doet ook aan iets anders doen, en liquide middelen, doet dat denken aan geld. En dat is ook een belangrijk punt wat bijvoorbeeld Saskia Sassen maakt in studies over global cities. Eigenlijk hebben we vanaf 1971 het geld losgekoppeld van goud. Op dat moment wordt geld eigenlijk stromen liquide over heel de wereld. Het gevolg is, wat je daar op de achtergrond ziet, mensen gaan geld volgen. Dus mensen worden ook liquide gemaakt en gaan daardoor veel meer verhuizen van cultuur naar cultuur. Zwaar verhaal, ik weet het, maar nu stop ik ermee. De vraag is natuurlijk wat we daar nu aan kunnen doen. Dus wat kan de betekenis zijn van voor mij het spel in deze kampcondities, of noem het misschien nog niet kampcondities, maar wel de verkamping, slecht Nederlands, van onze samenleving. Dus ik heb er een aantal vragen over gesteld. Hoe kan het spel reageren op de kampconditie? Wat betekende het spel in de oorspronkelijke kampsituatie? Dus we gaan toch nog even nog dieper in een donkere geschiedenis. En wat kunnen we leren van een van de donkerste pagina's van die geschiedenis voor de hedendaagse verkamping dus van onze samenleving? En dan kom je bij Schoide. Want de meeste onder jullie kennen deze band wel, ook zelfs de jongere generatie. Maar weet iemand waar Joy Division voor staat, waar het woord voor staat? De Liebesdivision. De Liebesdivision, en dat waren dus de plezierafdelingen, divisions in de nazi-kampen. En er is een heel mooie parallel wat er daar gebeurt, de dollhouses. Want zo ook, denk ik, is ook een boek trouwens, dollhouses. Wat daar gebeurde eigenlijk. Dus dat waren de plekken, de meest perverse van het kamp, laten we dat zeggen, waar Joodse, zowel de mannen als vrouwen, tot seks gedwongen werden. Prostitutie, maar onder
zware druk. Dat zijn de show divisions van die tijd. Wat heel interessant is, wat die band daarmee doet, want ze refereren maar in één song, denk ik echt letterlijk aan die dollhouses en dingen, maar in een hele muziek, in een hele tekst, zie je iets heel eigenaardigs eigenlijk. Je ziet voortdurend de meest deprimerende, of je hoort de meest deprimerende songteksten, die over haat en liefde gaan, zoals dus Manchester in de jaren 70, je moet dat, wie ooit de film Control heeft gezien over Joy Division, krijgt daar een soort van beeld van. Dat is ook maatschappelijk bijzonder depressief op dat moment. En tegelijkertijd staan de jongens vrolijk te spelen. Dus ze staan daar te zingen, de meest zwarte wat je eigenlijk voor je ogen kan krijgen. En tegelijkertijd maken ze er een spel van. En tegelijkertijd maken jongeren, ik ben opgegroeid in. Ik was 9 toen ik Joy Division zag, dat was op de laatste keer, en dat was mij kletsen in mijn gezicht, denk ik, in Blancard en Brussel. Maar dus je ziet, wat je daar ziet, is heel eigenaardig. Je ziet een jongere generatie eigenlijk plezier maken in de depressie. Je ziet ze dansen op het ritme van de depressie. En dat is iets heel eigenaardigs. En het zelf cultiveren van, wij zijn depressief, hè, die nieuwe leeftijd. En zo. Dat is een hele rare mix, zie je daar eigenlijk ontstaan tussen spel, plezier maken en depressie. Een onmogelijk monster eigenlijk van zaken. Liefde en haat, daar gaan alle, van twee dingen dan toch. All dressed in the uniform, so fine, you drink and kill to pass the time, that's one. En de andere is natuurlijk veel meer, Love Will Tear Us Apart, wat we allemaal kennen. Maar waarin die hele relatie haat-liefde zit. Nu terug naar het kamp. We weten ook, en er is zijn verschillende boeken over geschreven zelfs, dat hoe pervers die dollhouse is, die state of exception, in de state of exception, in die kampen ook waren, dat er werkelijk toch heel uitzonderlijk, heel eigenaardige, en soms heel rare liefdesrelaties zijn ontstaan tussen nazi's en joden. En dat zijn heel goed gedocumenteerd. Dus op dat moment zie je iets heel eigenaardigs in die dollhouse gebeuren. Nogmaals, heel uitzonderlijk. Dat op een gegeven moment, ondanks de machtsrelatie, ondanks dat mensen onwaardig in een kamp worden gedefinieerd, terug in die dollhouses op een of andere manier terug mens kunnen worden in die relatie. Nogmaals, heel uitzonderlijk. Dat is onlangs nog in bekend geraakt van een kampleidster trouwens. Van 83 getrouwd met een Jood. En toen werd bekend dat ze eigenlijk een van de kampleidsters was in de wereld. Maar goed, zo, wat er voor mij om gaat is eigenlijk die uitzonderingstoestand. In de uitzonderingstoestand, die dollhouses in het kamp, maken eigenlijk terug een relatie met een totaal persoon mogelijk. Maar wat ik hier vooral aan te onthouden is eigenlijk het is de kunstenaar die daar dan dit van maakt. Die ook wel gekend. Ik probeer er een aantal lessen uit die donkere periode en dan gaan we terug naar vrolijke tijden van vandaag te trekken. 1. Het spel is niet de facto iets goeds. Ik zei het al, het is voorcultureel, is niet ethisch, is niet moraal. Kan, maar hoeft niet. Dat is een heel belangrijke. Het spel gaat moraal dus vooraf en er zijn verschillende spelen mogelijk. Er zijn perverse spelen mogelijk, er zijn hele verschrikkelijke machtsspelen mogelijk enzovoort. En dat doe ik dan altijd. Als je eigenlijk zowel naar de teksten van Joy Division luistert, als je naar die analyse maakt van die dollhouses in de kampen, in de nazi-kampen, kom je eigenlijk tot twee belangrijke tegenstellingen. 1. Liefde-haat, dat is wel duidelijk, dat zit ook heel duidelijk in de teksten. En 2. vind ik heel belangrijk, het vragen van existentiële vragen, maar ook tegelijkertijd het zoeken naar een identiteit. Zowel in de tekst, voor wie het niet weet, Ian Curtis, de lead singer van Joy Division, heeft ook uiteindelijk zelfmoord gepleegd. En ze had ook een hele rare liefdesrelatie op dat moment. Maar goed,